Meneer Vogel woont al ruim 40 jaar in deze straat en in dit huis. Met veel plezier. Maar nu wordt hij wat ouder en verhuizen wil hij niet. We gaan eens kijken wat voor plannen hij heeft. Er gaat bij u verbouwd worden. Ja. Ja. We hebben er heel lang over nagedacht wat we zullen gaan doen. Je kan ook zeggen, ik ga hier verhuizen en zet de tent te koop. Maar je kan ook zeggen van, ik ga bijbouwen. Omdat ik dan alles hier gelijk vloers heb. Het is hier een rustige buurt. En ik kan hier goed met de mensen rond me heen. Kan ik goed overweg. Kunt u dat proces beschrijven? Welke stappen je allemaal zet? Ja, je moet eerst kijken of het mogelijk is. Ja. En dan er moet er een aannemer bij komen. En die moet dan zeggen of het mogelijk is. Die financiën moeten er ook rondkomen natuurlijk. Ja, ja. Daar zijn we nu mee bezig. We zijn sowieso wel aan het googlen geweest om te kijken waar we informatie vandaan kunnen halen. Want je hebt natuurlijk niet alleen eisen aan de inrichting als je bijvoorbeeld met de WMO te maken hebt. Maar ook eisen aan de grootte van een gebouw of je wel of niet een bouwvergunning moet aanvragen en dat soort zaken. Toen op een gegeven moment kwamen we dus via de gemeente Borne, kwam ik erachter van lang zal u wonen. En dat die dus een website hadden en daar heb ik dus naar gekeken. Dat daar dus bepaalde tips op konden staan. Ja. Van welke aanpassingen je eventueel kon doen in je woning. Waar je dus zelf eigenlijk helemaal niet bij stilstaat. Ja, als bouwkundig adviseur kan ik de mensen adviseren over het langer zelfstandig kunnen blijven wonen in de huidige woning. En dat kan zijn dat men een kleine aanpassing doet in een bestaande woning. Of dat de woning vergroot wordt middels een aanpassing van een slaapkamer of badkamer op de begane grond. Hier zijn toch geen jonge gezinnen mee bezig? Of moeten wij ons hier allemaal bewust van worden nu? Ja, eigenlijk zouden we dat allemaal moeten doen. Ja, iedereen heeft zoiets van hoe die nu woont, woon ik geschikt. Maar dat is maar de vraag, zeker naar de toekomst toe. Want de verzorgingstehuizen, de bejaardentehuizen, straks zijn ze er niet meer. Dus je zult de oplossing in de huidige woning moeten vinden. We zijn hier bij het huis van de familie Stoker, hier achter mij. En zij hebben grote plannen om te gaan verbouwen. Wat ze precies willen, wat hun wensen zijn en hoe ze het gaan aanpakken. Ik ben benieuwd. Waar komt het idee vandaan eigenlijk? Hoe zijn jullie erop gekomen om te gaan verbouwen? Het is in deze tijd is het best moeilijk om je huis te verkopen. En we hebben samen besloten om toch maar hier iets aan te verbouwen. Ja, we hebben eigenlijk ook al een tijdje ideeën zo van, goh, als dan, waar zouden we dan willen gaan wonen? Oh, ja. En als dan heb je het over van als je wat ouder wordt. Ja, als we samen met z'n tweeën zijn. Je kinderen zijn nou een paar jaartjes de deur uit. Dan begin je erover na te denken. Dan denk ik, ben wel eens een keer toe aan wat anders. Want je wilt graag toch op den duur. Voor ons lijkt het een alles gelijk vloers hebben. Dus jullie zijn eigenlijk al een soort voorsprong aan het nemen op eventuele tijden die gaan komen. Ja. En dan wil je voorbereid zijn. Ja, ja. Ja. Ja, een stukje comfort wil je. Wij zeggen van voor onszelf om een beetje meer leefruimte te hebben beneden. Is de keuken en alles is veel te klein. En dan ga je met elkaar zitten en dan ga je een lijstje maken met dit willen we, dat willen we. Wat ik lekker vind is om dan achter in de keuken een beetje een woonkeuken te kunnen creëren. Waar je lekker s'avonds wel kunt gaan lezen. En als de kinderen komen, dat je gezellig daar kunt zitten. Nu is de ruimte te klein. Ja, je kunt er maar met ogen twee mensen aan het aanrecht staan. Zo klein is het. Ja. En we willen heel graag een uitbouw, een halletje. Want nu kom je zo de keuken binnen. Ja. Maar dan een halletje dat je eerst, vooral met slecht weer en zo, dat je daar je schoenen en je jas en alles kwijt kunt. Zoals in het kader van lang zult u wonen cursus kunt maken om een slaapkamer beneden te maken, gaan we eerst bekijken van wat voor mogelijkheden zijn er ook om in de woning iets aan te passen. En je zou kunnen zeggen van iemand die een bouwplan heeft, ja, die kun je advies geven over het comfortabel en veilig wonen. Is het een gezin met kleine kinderen, dan is die extra ruimte op de begane grond makkelijk in te delen als speelkamer of als hobbykamer. En later kun je er een slaapkamer van maken. Kijk, hier is de drempel. Een behoorlijk hoge opstap in de badkamer. Dus dat ik het zo zie dat de vloer vrij glad is. En ook weer een niveauverschil naar het douchegedeelte. Mm-hmm. Dus ook weer een plaats waar je kunt struikelen.
Ja, die kraan, ik denk dat we dat ook zo niet kunnen laten, want er zit geen één-hendel mengkraan op. Nee, het is geen één-hendel mengkraan. Wat ook niet handig is, is de combinatie dat de kraan bedoeld is voor de wastafel en te douchen. Mm-hmm. En dan ook de douchekop monteren op een glijstang, zodat je die dus in hoogte kunt verstellen. Het lijkt mij beter dat hij gewoon beneden een slaapkamer krijgt met een badkamer daarbij. Dat lijkt mij ook gezien de investering. Je moet hier zoveel in aanpassen dat de oplossing beneden een betere oplossing is. Wat zijn nu de stappen die jullie moeten gaan zetten? Wat we willen is, we gaan naar de bank. En wat heb ik nodig? Wat heb jij nodig? En wat kan ik van je lenen? En dan eventueel kijken van, doen we dat met de aannemers of telken we toch voor een architect? Ja, mijn wens is om daar een architect bij te nemen. Ja. Puur vanwege het technische gedeelte, om met hem dat door te praten, de wensen door te praten, een stuk creativiteit van hem in te krijgen. Ik wil niet zo'n standaard gebeuren hebben. Ja, ja. En wat ik ook graag wil is dat we samen met de architect één lijst maken van dit wordt het, zo gaan we het doen. En we gaan niet zorgen voor nog extra meer kosten die immer onverwacht zijn. Kijk, hier hebben de buren al 2,5 meter uitgebouwd, dus dat is vergunningsvrij. Hier zouden we eigenlijk prima wat uit kunnen bouwen. En dan denken we aan een slaapkamer en een badkamer, ja, op de begane grond. Waar je wel rekening mee zou moeten houden straks, is dat nu het niveauverschil, dat je straks het straatwerk en de toegang naar het nieuwe gedeelte bijna niveauverschil nihil maakt. Nu gaat er getekend worden. Daar gaan we nu mee aan de slag en dat wordt de volgende fase eigenlijk. Oké, en dan ga jij er weer overheen met kritisch oog, Hans? Jazeker. Op basis van de tekening gaan we bepalen of afmetingen goed zijn, of de keuzes van de materialen juist zijn, dat we daar nog weer nader advies over kunnen geven. Ik kijk er wel naar uit, maar het ziet er ook tegenop. Ja, waar ziet u dan tegenop? Ach, het is een heel gedoe om je heen natuurlijk. Hè? Ja. Ze zijn denk ik wel een paar maanden hier bezig. En daar kom ik ook wel weer overheen. Ja. En dan zie ik de nut er ook wel in. Maar hij kijkt er wel naar uit. Ja. Nou, hij wil ook in de nieuwe kamer wil die tuindeuren. Zodat hij, als het weer als nu is, dat je eventueel wel de deuren open kunt doen, maar niet echt buiten kunt zitten. Dat hij toch wat meer van buiten kan genieten. Ja. Ja, dus dat is toch een verbetering, ook op dat gebied ten opzichte van nu. Ja. Nou, er zijn drie kastanjes van mijn kinderen. En daar is deze boom uitgegroeid. Uw kinderen hebben jaren geleden kastanjes in de grond gestopt. Ja, daar is deze boom uitgekomen. En die haal je niet weg voor een aangepaste woning? Zeker niet. Dus de boom blijft? De boom blijft. Straks gaat het hier allemaal los, dan is de boel veranderd. Wat verwacht u ervan? Ik hoop dat het helemaal goed voor elkaar komt hier. En dat ik een goede slaapkamer krijg. En wat gaat het u brengen, hoopt u? Een hoop gemak. En een stuk plezier. En ik denk dat het ons als kinderen een stuk rust geeft. Dat hij niet elke keer die trap op en af moet. Wat toch wel een gevaar inhoudt zo langzamerhand, denk ik.